De spuiboulevard, ja, ja, nou zie ik het. Oh, dat is de spuiweg. Ja, hier heb je slager Spaans. Dat was dé bekende paardenslager in Dordt. Ja, het paardenslager. Spaans. En dat was de slager op de hoek. Oh ja, spuiweg. Ja, dat is de slager. Hier en hier, Spaans. Ja, daar gingen altijd de optochten overheen, zo door de tunnel en dan zo Crispijn in. Maar dit was vroeger een hele drukke winkelstraat. En had je hier ergens nog eens een kledingwinkel voor vakkleding? Een fotograaf, een schoonwinkel. Dit was de slager vroeger hoor. Nee, dat weet ik niet meer. Weet jij dat ook niet, hier op de slager? Ik weet dat er een visboer zat, maar hier zat Spaans, dat weet ik niet. Ja, dat heb ik toen net al gezien. En hier, van de Jong, weet je, de eerste patatzaak van Dordt. Ja. Ik ging wel eens patatje eten. Vroeger werd er nog wel eens zwaar gewinkeld door dezegene, maar... En dit is dus allemaal weg? Dat is nu wel een beetje anders, ja. Het staat bijna helemaal leeg. En het was best wel een bruisende straat, zeg maar. Ook gezellig. Ja, er zijn veel winkels weg nu. Was u maar nog zo. Het is nu een en al kaalslag. Ja, een heel verschil met nu. Toen had je heel veel winkels. Dat ook jou nu ook wel, maar het is allemaal verbouwd. En nu vind ik het eigenlijk, als je vanaf Dordt komt, van de tunnel, en je rijdt het centrum en je komt hier overheen, vind ik eigenlijk een schande. Zoals dat eruit ziet.